Het is weer bijna kerst, wat traditiegetrouw betekent dat er een bekende Nederlander uit de kleren gaat voor Playboy. Dit jaar is het Birgit Schuurman die de cover van het maandblad siert. Echt mijn grote voorbeeld voor deze shoot was op Google Kate Moss Naked. Dat is een hele mooie vrouw die, ook al is ze poedelnaakt, nooit ordinair op een foto staat. Maar het heeft altijd iets intiems, echt eigens en niet gemaakt sexy. Het is gewoon ook precies zo geworden als dat ik het wilde. Ja. Enkele jaren geleden bedankte Birgit nog voor het aanbod van Playboy, maar dit jaar was de zangeres en actrice er helemaal klaar voor. Ik denk nu iets minder streng voor mezelf. Ik had altijd heel erg het gevoel van, maar ik wil niet alleen op de buitenkant worden beoordeeld. Ik wil helemaal niet op de buitenkant worden beoordeeld. Ik wil alleen maar dat mensen me waarderen voor mijn muziek of voor mijn spelen. En dan ging ik soms echt wel geforceerd gewoon niet lachen op een foto en mijn haar stijl maken. Zodat ik maar zoveel mogelijk mijn eigen was en niet met mijn zus zou worden vergeleken. En nu ben ik gewoon veel relaxter en ben ik heel blij met wat ik doe, waar ik sta. Omarm ik mijn vrouwelijkheid en denk ik, yeah, why not? Ik vind het ook zelf mooi om naar mooie dames te kijken. Dan mag ik zelf ook wel bij dan stiekem. Zij heeft uiteindelijk de dwaling van haar wegen ingezien. En besloten dat het toch heel verstandig is om die stap te maken die uiteindelijk elke mooie, beroemde vrouw één keer in haar leven moet maken. Namelijk in de Playboy staan. In 2004 gaf de zus van Birgit, Katja Schuurman, zich al helemaal bloot in de Playboy. Maar de zussen gaan de onderlinge strijd om het aantal verkochte exemplaren niet met elkaar aan. Als er iets niet bestaat tussen mijn zus en mij, is het competitie. Echt totaal niet. Nooit niet. En dat zou ook gewoon nooit bestaan.